Hele goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is dinsdag en vandaag ga ik met Denise opnemen. Onwijs veel zin in. Het is nu 9 uur en ik heb met haar om 11:30 afgesproken. Dus ik heb nog heel eventjes. Ik ben even lekker aan het editen. En ik ga lekker straks douchen en me rustig klaarmaken. Want die kijkt dan, ik lijk wel een struisvogel met dat haar. Dus dat moet even gefixt worden. Goed dat je kijkt. Ik ga even lekker ontbijten. Ik heb wat boterhammen gemaakt. Super lekker. Ik hou dan altijd er echt van om haalslag op te doen. Vind ik zo lekker. En dan moet ik over, nou ja, echt wel 20 minuten weg. En dan ga ik naar Denise toe. Ik heb wat zure snoepjes bij me. Kunnen we misschien ook nog even testen voor een leuk filmpje of zo. Doe eens gek, doe eens mal. En dit is trouwens mijn outfit. Heel simpel. Een leuk groen hesje. Wit basic shirtje. En deze broek. Op dit nummer. Ik weet niet of met welke vraag. Goed. Even afspraak gemaakt bij de tandarts. Maar je moet natuurlijk wel weer even op controle gaan. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was er eigenlijk een soort van vergeten. Ik denk, hè, de tandarts bestaat ook nog. Voor mij ben ik echt letterlijk al 3/4 jaar niet geweest. Dus dat is wel erg even belangrijk om weer te gaan. Oké, jongens, ik ben aan het fietsen. Maar ik moet even nadenken, hoor. Dan fiets ik door mijn eigen wijk. Maar geen idee welke kant ik nou op moet. Lekker weer is het, jongens. Lekker weer. Hi, Nisa. Oh, hallo. Wat gezellig weer. Ja. Leuk. En wat een mooie camera heb jij. Apart, hè? Wauw. Ja. Lauw, hè? Nou, heb je al gezegd wat we gaan doen? Oh, nee. Nou ja, jawel, heb ik vanmorgen nog gezegd. We gaan naar een kringloopwinkel, Ratataplan. 3 verdiepingen bij Ratataplan. Ja, ja, zo zin in. En dit is de tweede keer dat ze gezellig gaan. Ja. Dus we gaan er onze ogen uitkijken en... kan niet wachten. Ja, ik ook niet. Ja, leuk. Zin in. En daarna gaan we ook nog leuke dingen doen. Ja, daarna. Dus blijven kijken. Blijven. Stay tuned. Stay tuned. Dag. Zou ik ook het tasje afdoen? Ja, nou ja, wat je leuk vindt. Niet jouw film. Dan moet je, jij moet dan eerst. Hij staat helemaal niet recht. Nee, ja. En nu? Ja, beter. Perfect. Zoiets? Ja, lauw. Maar, en dan, ik weet niet hoe... Volgens mij moet je eerst springen, dan moet je mij halen of zo, weet je? Oh ja, dan kom ik weer terug. Ja. Dus eerst wel eroverheen. Ja, eerst, ja. Maar hoe beginnen we dan? Iets maar, dichterbij? Ga jij alleen eerst eroverheen? Ik weet niet of ik het wel kan. Nou, ja. Hoe? Ging dat goed, hè? Ja, waar ga je naartoe, Denise? Oké, zo goed zat. Ja, ja. Ja. Nee, waar ga je heen, Denise? Ja, nu kan ik dus niks doen. Dat is in de winkel. Ja, precies. En dan spring ik. Ja, kom maar. Ja. Maar dan kom jij weer toch terug. Oh ja, ik kom je eerst nog één keer halen. Ja. Oh, kan dat nu nog? Of moet het dan opnieuw helemaal? Nee, dat moeten we dan heel slim knippen. Opnieuw dus. Cut to cam. Oké. Dus eerst jij. Ja. Nee, we gaan hier naartoe, Denise. Hallo. En dan moet ik je blij ja, halen. Ja, en dan moet je... Ja, ja, ja. Moet je daar naartoe? Ja. Oké, cool. Leuk. Oh, het is heel erg gezellig. Kijk nou. Kijk. Nou. Een gelijke sprong ook. Ja, we zijn aan het filmen. Denise staat erachter alweer lekker te neuzen. En ik heb echt iets superleuks gekocht. Kijk, dus het loopt hoor, die queen. Oh, dit zal heel awkward zijn. Oh shit. Nee, Eli, je zat zo leuk te lezen. Anders knip ik het eruit hoor, als je het niet wil. Nee joh, dat is de waarheid. Jaycee gaat iets apart laten leggen. Ja, tuurlijk. Nou, dag. Veel plezier, Denise. Oh my god, jongens. Ik moet een outfit zoeken voor Denise. Dit is ook wel erg leuk, misschien voor haar. Een soort broek. Ja,
Oh nee, het zijn kussenslopen. Oh, ik dacht een leuke broek, een soort korte broek. Ik vind dit nou zo Denise. Een bloemetje, een vogeltje, een leuke kleurgroen. Ik vond deze hakken nou zo geweldig in zo'n laarsvorm. Maat 36, nou daar ligt Denise echt niet naast. Oh ja, deze zijn mooi zeg. Ja, leuk hè? Deze hakken worden het jongens, want ik vind hem toch erg dierlijk, maar chic tegelijk. En de zool of de binnenkant van de hak past waanzinnig bij je tasje. Wacht even, hier bij het tasje. Dat is toch te gek? Oh mijn god, ik vind dit zo geweldig. Shit, daar staat ze al. Niet kijken hoor, Denise. Oh, deze vind ik ook geweldig. Ik kijk mijn ogen uit, jongens. Ik ben leuk voor Denise een outfit aan het maken. En Denise ook voor mij. Jongens, je moet even de kringloopvideo kijken op Denise's YouTube kanaal. Ik weet niet of die al online staat, maar check ook Denise haar account. Dan kan je het daar allemaal zien. En iedereen zit lekker zijn neuzen en we zitten lekker met elkaar te praten. Echt een soort van buurthuis, een soort gezellig bij elkaar komen. En goed dat kleding dan toch nog het tweede leven verdient, hè. Oké, lieve allemaal. We zijn klaar met opnemen. We gaan nu lekker naar de Mac toe. Heel veel zin in. Even, die zit hier heel dichtbij. Ik weet niet, voor degene die dit kennen, je hebt daar dan die Amazing Oriental in Ypenburg. En dan daarachter heb je de Mac. Dus gaan we daar even mekken. Leuke mensen bij de kringloop, hoor. Hele aardige mensen. Leuk. Dat denk ik. God, nee, die laatste. Ja, die. Oh, Angie. En haar. Oh. Aan het begin van de sessie. Bijna gegeten. Dan was je heel erg ziek misschien. Woe, woe. En goed trappen, hè? Ja, wow. Trappen. Knap, je kan fietsen. Doe een groter rondje. Knap. Denise op de elektrische 10-way fiets. Hint. Ja. Harder, kom maar. Ja, dat durf ik niet. Wow. Ongelooflijke fiets, zeg. Met een knipoog. Ik ga heel even trouwens mijn lens even schoonmaken, want die ziet er echt niet uit. Ik ga nu heel even sporten. Ik heb daar even zin in, dus ik ga even sporten. Why not? Video staat net online, dus dat is top. Het was super gezellig vandaag met Denise, echt. Ik heb zo gelachen. Even vanaf mijn telefoon. Mijn camera heeft echt een error. Hij gaat niet meer goed recht. En dat betekent dat hij steeds dit weergeeft. En dan kan ik dus niet filmen. En dat geeft hij echt continu. En dan gaat dat ding helemaal trillen en zo. Ik ben bang dat mijn camera tot zijn eind is gekomen. Ik heb een nieuwe besteld. Want ik denk dat hij het niet lang vol gaat houden. En ik wil hem niet laten repareren. Want ik ben hem dan echt... zoveel weken kwijt. Ik weet niet. En daar zie ik helemaal niet het nut van. Dan kan ik net goed... En waarschijnlijk is dat hartstikke duur. Dus ik kan net goed dan een nieuwe kopen. Dat is wel echt even balen. Kost natuurlijk wel geld. Maar ja, weet je. Je moet gewoon een goede camera hebben. Ik bedoel, dit is mijn werk. Ik doe alles met camera. Dus ik moest wel. Dus ik heb deze... Ja, het is zo... Ja, ik ben er helemaal stil van. Maar ik denk niet dat deze het lang meer gaat doen. Nou ja, en hij functioneert niet goed nu. Maar ik heb precies dezelfde nog een keer besteld. Want qua camera, qua kwaliteit, qua alles is die zo goed. Zo prachtig. Dus ja, dat is even de status. Ik heb een nieuwe besteld, die komt morgen aan. Ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld. Ik dacht gelijk, ik bestel hem. Want ja, balen is dat dan toch, hè. Dus ik ga ook niet meer daarmee filmen. Ik film voor nu nog even met mijn telefoon. Morgen ook, dus even... Donderdag kan ik gewoon met die nieuwe camera filmen. En wat ook is, hij wordt echt helemaal gloeiend. Ik heb hem net 2 minuten aan en dan wordt hij gloeiend heet. Susje is weg van vlinders, dus dit gaat ze waanzinnig vinden, denk ik. Ik ga aanbellen. Leuk, hè? Dit kan je dan leuk ergens ophangen met schroeven aan een schutting of zo. Hallo. Hoi. Kom erin. Kijk, Susje, wat ik heb voor jou. Wat leuk.
Vind je dit leuk of vind je het heel stom? Nee, hartstikke leuk. Dank je wel. Dit is, dacht ik, nou zo leuk om ergens in de tuin neer te... Want je kan het opschroeven als je wilt. Aan een schutting. Ja, maar het feit ook alleen het feit dat je... Kom maar even binnen, jong. Dat je aan mijn gedachten vind ik al heel lief. Ja, en ik vond die kleur zo waanzinnig. Ja, het is een prachtige... Het is niet te opvallend, maar het is een prachtige bruinachtige kleur. Nou, het zal ongetwijfeld wel ergens een spijker hangen. Maar dat komt wel goed, jong. Ja, of je zet hem ergens neer, of... Zo, ik kwam net lekker van Suus. Ik had nog even een theetje gedaan. We hebben lekker gekletst. Heerlijk weer. Het was zo gezellig. Ze is super blij met dat beeldje. Of met dat gedoe. Wat ik had gekocht voor haar. Dus die gaat ze lekker ophangen. Ja, ik ga heel even naar de supermarkt. Ik wil even nog iets van een lekker chocolaatje kopen of zo. Gewoon dat ik gewoon deze vakantie lekker naast mijn bureau kan leggen. Of mee kan nemen op kamp. Oeh, jongens. Over kamp gesproken, ik moet zoveel dingen kopen eigenlijk nog. Ik heb helemaal geen slaapzak volgens mij. Dus ik moet echt op zoek naar een slaapzak. Ik heb wel toevallig zo'n grote tas gekocht. Zo'n reistas, dat heb ik gehaald. Maar geen slaapzak. Dus dat moet ik nou eigenlijk wel even kopen nog. Althans, dat denk ik dat we dat niet hebben. Dat zet me enorm aan het denken opeens. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Morgen hebben we overleg daarvan. Kampoverleg. Dus dat is verborgen. Ik ben ook blij dat morgen mijn vlogcamera, hopelijk als het goed is, aankomt. Want dan kan ik met die nieuwe vlogcamera naar kamp. En dan kan ik gewoon daarmee leuk filmen. Anders dan moet ik dat anders met die telefoon doen. Wat een gezeik. Goed jongens, straks ook nog even sporten. Even naar de sportschool. Het is nu denk ik, nou, 9 uur of zo. Ja, weet je, wat is tijd in de vakantie? Wat is tijd? Zo jongens, ik ben lekker een podcast aan het luisteren. Ik ben daar sowieso de laatste tijd iets meer van. Eerst vond ik het eigenlijk altijd vreselijk. Maar sinds Marcia podcast maakt en meerdere waar ik af en toe naar luister, dan word ik er helemaal gelukkig van. En ik luister nu een podcast van Monica. Dat ze best wel zakelijk aan het woord is. En daar hou ik dan zo van. Omdat ik er dan zoveel, ik wil niet zeggen echt inspiratie of zo, maar zoveel... Van leer. Is dat inspiratie leren en inspiratie hetzelfde? Nou ja, ik leer best wel ervan. En ik krijg dan helemaal een soort kriebels in mijn buik van... Oh ja, dit zou ik ook zo kunnen doen en willen doen. En ik vind dat zo fijn. Dus ik zit helemaal in die zakelijke podcast nu. Geweldig. Zelf leek het me ook altijd wel grappig om een podcast op te nemen. Maar ja, waar hou je de tijd vandaan? Zeker omdat ik nu nog op school zit, is dat gewoon eigenlijk onrealistisch. Maar ja, ik weet niet. Het lijkt me wel grappig of zo, een podcast. Helemaal zo lekker babbelen over dingen. Ja, oké, guys. Ik heb trouwens uit de supermarkt heb ik net even thee gehaald. Dat is ook echt fantastisch. Deze was in de aanbieding. En dit is toevallig echt mijn favoriete thee. Die vrouw die kijkt me aan. Oldham Storm van de Pickwick. Dus ik ben zo blij. Ik heb hem gelijk gekocht. Dag allemaal. Ik ga de vlog afsluiten. Het is 1 uur 's nachts. Heel mijn slaapritme gaat gelijk alle kanten op. Maar ik moet morgenochtend vroeg naar de tandarts. Dus beter dat ik dus nu ga slapen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken. En hopelijk ben je er morgen weer bij. Bij een nieuwe vlog. Tot dan.